zijn we weer. Dit is Dini. En dit is Lea van Tinsalot. Het huis van handwerken. En ook het huis van handwerkpakketten. Ja. Ja. En vandaag is de hele dag in het teken van groen. Dus ik ben zelf helemaal in het groen. Ja, nou, dat totaal toeval. Ik wist dat natuurlijk weer niet. Nee, maar het is ook totaal toeval. Oh. Je hebt lege handen. Ja, we gingen toch weer in. Hoe gaan we dit doen? Ja, toch? Oh, oké. Okay. Ik ben helemaal op ingesteld. Ja. Oh, ja. Nou, niks meer te doen. Ik ben bijna toe aan de bloemkool, zo'n Eerman pakket. Niet omdat helemaal, ik heb ook nog een andere liggen, maar dat ja. Maakt niet uit of je nou die andere want begint kijk, of deze, hè? Ik heb Bangalore. Oh ja, die is bijna af. Moet je kijken hoe scheef die is. En ik snap gewoon niet hoe dat komt, want ik doe de steken precies zoals het pakket voorschrijft. Ja, ik zie het. Maar ik denk dat als ik hem nat maak en opspan. Ja, gewoon flink aan het trekken. Dan met van die speciale klemmen. Waar doe je dat dan op? Want ik doe dat altijd op mijn matras. Maar nou, op weet je nog dat onze kinderen van die grote puzzelstukken hebben. Van die schuimpuzzelstukken. Ja. Nou, heb je die gekocht? Gewoon bij de kringloop. Oh, bij de kringloop. Ja, heb ik twee van die, die passen niet bij elkaar, maar het zijn twee sets. En die leg ik dan naast elkaar op zolder, want daar heb ik namelijk zachte vloerbedekking. En dan prik ik met die, dingen door die tegels heen in de vloerbedekking. Maar dat is heel grappig, want ik heb wel voor een van de kinderen, een van mijn kleinkinderen, dat gekocht met nummertjes erop. En dan kon je bij de kruidvat krijgen, kostte geen... Ja. Heel weinig. Ik wil niet meer zeggen, het kostte geen drol. Mensen die zeggen, het kostte geen drol. Maar dat kostte heel weinig. En, maar als je dat nou officieel koopt, hè, om van, op te spannen. Nou, niet te betalen. Dan kost zo'n puzzelstukken set kost gelijk €40 ja. Of zo. En dan bij de kruidvat heb je dat. Misschien bij de Action ook wel. Voor €6,95. Ja, daarom borduren ze vroeger altijd in een raam. Ja. Vroeger als ze dan die edele jonkvrouwen in zo'n kasteel, die hadden gewoon zo'n borduurraam. Niet eens gewoon zo'n ding. Ja, ook wel, maar dat was voor de zakdoekjes. Maar als ze zoiets gingen doen, dan kwam dat in een raam. Maar heb jij ooit wel eens zo'n groot raam gezien? Nee, bovendien zit je op een bank met het raam op je schoot. Dat vind ik nog niet eens zo erg, want ik heb zo'n kussen gemaakt en dat, volgens mij was dat ook heel erg scheef en dat is uiteindelijk ook goed gekomen. Ja. En je moet het flink lang laten zitten tot het helemaal droog is. Hoeveel uur schat je ben je dan mee bezig? Oh, nou, dat is echt ontelbaar. Ja, echt ontelbaar. Hoeveel afleveringen van Doctor Who ben je dan mee bezig? Ja, precies. Heb je dan ook, kijk je ook televisie als je dat doet? Dat je dan denkt, als je zo'n serie, dat je denkt, nou nog één aflevering, dan hou ik op. Ja. Denk ik dan. Ja, nou, precies. Ik zit nu op zo'n raar plekje, kijk dan, nog even één aflevering. Ik borduur dit hoekje nog even vol, zo. Ja. Maar even wat anders. Hoe is het met de Mont Saint-Michel? De Mont Saint-Michel ligt er nog helemaal. Want daar heb ik helemaal mijn nocht af. Ja, want als je deze kleuren al een beetje... Want de Mont Saint-Michel is nu voor het grootste gedeelte zee en lucht. Ja. Ja, en... niks meer aan. Daar vind ik niks meer aan. Dus ik vind dat ik nu de bloemkool mag ik naar uitkijken. Dit pakket kostte €129. Maar... Nee, 120, want waar jij denkt dat het een 9 is, dat is een komma. Oh, 120. Maar volgens mij heb je dit voor €100 op de beurs gekocht. Ik dacht het want niet. Want ik kwam nog naar je toe. Ik zei, die zijn in de aanbieding. Je bloemkool is in de aanbieding. Ik weet het nog maar zo weet goed. Je wat het gekke is? Je hebt dat gekocht dat, bij Azure. Ja, bij Azure. Oh, mooi. Helemaal een kleur. Ja. Nou, soms is het wel handig als je er helemaal niet meer uitkomt. Ja. En je hebt die, die nummers nodig. Had ik graag willen hebben bij mijn pakket. Wat ik in de kast gegooid heb. Kijk, dan geven ze aan waar je die shadecard maakt. En die knip je hierdoor, zodat je kunt vergelijken. Het valt eigenlijk nog wel mee met die kleuren. Zo heel veel kleuren zijn er ook. Nee, grappig hè? Ja.
A frame keeps the canvas stretched and squared up as you go along, so it's clear what you are doing. It is, however, cumbersome, particularly if you are traveling. Yeah, onhandig. Like, if you stitch the kits cumbersome without a frame, it will distort slightly, but slightly. That is rectified when you stretch it on completion. Ik durf het niet open te maken, want zie, dit zit helemaal vastgedienst. Ja, het moet toch een keer open. Ja, maar dan liever dat jij doet als je het om de zakstuk gaat. Ja, niks aan te doen. Even kijken, nou moet je vlechten maken. Ik heb ze al per volgens mij bedoelen ze inderdaad dat je de vlecht maakt zoals deze bundels gebundeld zijn. Dit is kleur 1460. Oh ja, waar is de schaar? Oh ja, hier. Welke is dan 1460? 1461, 1460. Oh, die. Ja, die kleuren die hebben over het algemeen weinig te maken met hoe de kleuren in het echt zijn. Zo'n heel nieuw. Ja, mooi, ja. Mooi, hè? Maar ja, hier kan je wel twee vlechten van maken, denk ik. Of drie. Drie. Vlechten. Waarom zou ik? Draadje. Als ik thuis aan het borduren ben, dan heb ik een donkergroen fluwelen kussen eronder. Want je wordt helemaal dol van dat je er dwars doorheen kijkt. Oh ja. En dit is een kussen naar een ontwerp. Van Keef Facet. En, die wij altijd Kaffi Facet noemen. Ja, die ik noem Kaffi. Hem Kaffi Facet. Hebben we daar eigenlijk ook een naald bij gekregen? Oh, die heb ik niet gezien. Dit is een van mijn ding, maar dat geeft niet. Kijk, je hebt hier je staalkaart. Want die gedrukte kleuren op dat canvas, die lijken totaal niet op hoe de kleur van de wol is. Dus om te weten welk vakje je moet borduren, want dan kun je die teststrip, die hou je er dan naast. Nou, nu moeten we een vlecht maken. Ja, dit zit helemaal in stukjes. Ik heb hier. Dan maken we twee vlechten. Ja? Ja. Kunnen we het nog? Tuurlijk. En zo, dat is natuurlijk, vlechten is ook een handwerktechniek. Hè? Hebben we toch weer wat nieuws gedaan. Want we vlechten niet zo vaak. Nee, we vlechten eigenlijk nooit. Nooit, nee. Maar, en leg even uit waarom we aan het vlechten zijn. We zijn aan het vlechten omdat die bundels draden blijven dan goed in model en dan iedere keer als je nieuwe draad nodig hebt, dan trek je er bovenin één uit. Ja, en dat gaat heel makkelijk met de vlecht. En grappig genoeg, omdat het wol is, blijven ze op de een of andere manier ook goed in elkaar zitten. Nou, soms helemaal aan het eind als je soms helemaal aan het eind moet je even nieuwe doen. Oké, wij hebben hier drie kleuren. Namelijk, nee, veel meer. Die moeten we even splitsen. Oh ja, om op de staalkaart te bevestigen. Ja. Hè? We hebben een pale green, 10 draden. We hebben, haal eerst de lilac er maar uit. De lila. Zo lang eind. Nou, ik heb hier green. Mint green, dat zal deze wel zijn. En, maar dan moet ik nog één hebben. Pale green. Kijk, ik denk dat dit pale green is. 1493? Nee, 1170. Bovenste. 1170. En green is 1263. Nou ja, maar dat moet wel, dat is de donkerste hieruit. En nee, hebben want we hebben dit ook nog. Nee, dit is bundel 2. En was dit bundel 2? Ja. Kijk maar, dus 3 en 4. Oh, wat goed. Dus blue hebben we gehad, dat was 1251. Ja. Dus die ziet er hier ook veel donkerder uit dan.
Ik zat al te kijken of er misschien een andere blauw was, maar er zit maar één blauw. Oh, kijk, maar we kunnen het zien aan de hoeveelheid draden. Oh! Mint green heeft 30 dan draden. Dan is dit mint, want die zit er niet zo, die zit er heel veel in. En die andere, deze. Zie je, die zou kunnen. En die andere twee, pale green en green, hebben allebei 10 draden. Ja, dit wordt nog niet makkelijk. Waarschijnlijk is cauliflower helemaal niet leuk om te borduren. 1493 hebben we nu gedaan, mint green. Ja, en dan die andere 1170 is pale. Deze. Deze. Ja, dat lijkt toch verschrikkelijk veel op elkaar. Ja, dat lijkt ontzettend veel op elkaar. Maar ze is ook... In de foldermiddel zitten ook 3 kleuren groen. Okidoki. Oké, dan hebben we nu bundel... Bundel 3. 3. Sage green. Welk nummer heeft sage green? 1322. Ik denk dat ik... Dat ik dit helemaal ga vervloeken. Sage betekent volgens mij braaf. Het is sage. Oh, oui. Dat is Frans. Maar de zegt dan niet braaf groen. Dit is braaf groen. Is het niet een beetje faal? Nou, of, het is een beetje braaf. Is het, ja, niks aan. Niet spannend, niet opwindend. Deze, welk nummer is dit dan? Dat is 1461. Je moet dit niet met een demente bejaarde doen. Dit ding laten borduren. Ja, dus vroeger, als er dan iets gevaarlijks doen, dan zeg je van, don't try this at home. En nu ja. Moeten we gewoon zeggen, don't try this in het bejaardencentrum. Oh, dat is ook sneu, zeg. Dan ben je oud. En dan stel je voor dat, hè, dan komen wij in het bejaardenhuis. En dan... En dan komt er iemand en die zegt, nou, je vond dat toch zo leuk, zo'n bloemkool borduren. Weet je wat ik wel zie? Dat de bloemkool is grover dan ik zie Bangalore. Het. Oh, want dat sneller heel klaar. Want fijn is. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, precies. En dat je dan de aubergine krijgt. Weet je wel, want er bestaat namelijk ook een aubergine... pakket, borduurpakket. Ja. En dan heb je dus te maken met 6 paarsen of zo. Ja. En dat je dan... Ja, tante Dini, dat vond u toch zo fijn. Kijk eens wat we hebben. Heel duur pakket, tante Dini. Oh, wat erg zou dat zijn. Oh, wat fijn, dank jullie wel. Ik heb altijd graag die aubergine willen hebben. Het zit je te vloeken in het bejaarde. Nou hebben we helemaal geen bejaardenhuis dan meer. Dan moet je natuurlijk mij eerst bellen, want dan moeten we dit uitvogelen. Nou, dat wordt dan al een hele strijd. Want je denkt, waarom moeten we dit met z'n tweeën doen? Maar ik ben heel blij dat we dit met z'n tweeën doen. Want hier was ik in mijn eentje toch een beetje onzeker van geworden. En nou, laatste bundel. En nu kan ik nog tegen jou zeggen, want ik heb eigenlijk nooit gezien dat die getallen betekenen dat de hoeveelheid draden... Maar daarmee kon ik jou nu. Dus samen... Ja, komen we een heel eind. Samen komen we een heel eind. Maar nou, dit wordt ook... Hier hebben we nog meer sage green. Maar een ander nummer. Ja, maar... 1320. Is het niet grijs groen? En 1322. Nou ja, zeg. Ja, maar hier, dit is heel duidelijk. Dat ze dan ook nog hetzelfde heten. Dat kan toch gewoon niet? En we hebben eerst... We doen eerst cream. Cream. Sorry. Want daar hebben we heel veel van. En dat vind ik echt zo saai. Ja, maar dit is een bloemkool. Dit is bloemkool. Waarom wou ik dit? Welk nummer is dit? Nou, dat 1492. Dat je me nog moet vragen is wel heel bizar. Want er moet er maar één zo'n wit vlakje open wezen. 1492. Het is maar goed dat het heel zo'n bijzonder jaar zo'n grove is. En ik geloof dat
waar jij zo'n hekel aan hebt, dat dat hier helemaal goed geregeld is. Namelijk dat, oh, dat precies dat, op de dat het precies op ja. de kruisinkjes van het stramien zit. Wow. Ja, maar je hebt ook een teltekening erbij. Dat ben ik al wel. Ja, Bangalore is namelijk ook helemaal out of tune. En daar heb ik nu de teltekening bij. Maar ja, dan kan ik het niet goed zien. En dan denk ik, ach fuck, wat geeft het eigenlijk ook? Of er nou één donkerblauwe of twee. Ja, dit is toch wel een hele andere kleur dan dat mint, zie je? Dit is meer de kleur van mijn kast beneden. Waarvan, dat is de laatste zeker. Waarvan ik altijd zeg dat het groen is. En de mensen altijd zeggen, nee, dat is grijs. Grijs, dat vind ik ook grijs. Ja, nou dat is zo'n kleur. En voortaan zeg ik, het is sage green. En dat is kleur 1320. Ja, en dan zijn we er doorheen, hè? Ja. Maar dit is toch een verrukking als je van bloemkool houdt. Nou hou ik toevallig heel erg van bloemkool. Nou, maar gelukkig maar dat je geen broccoli hebt genomen. Dat was het wel veel groener. Oh, god. Ja. Dat je dat van je kleinkinderen in een bejaardenhuis krijgt. Broccoli. En dat je er dan ook gewoon helemaal niet meer uitkomt. Oh, ik zie, stel dat we allebei in datzelfde bejaardenhuis zitten. En dan krijg jij de broccoli en ik de, hoe heet dat Pasen ding? Aubergine. De aubergine. Maar de aubergine zit natuurlijk meer kleur in, want het is met paas. En dan kom ik de volgende morgen en dan heb jij mijn aubergine gejat. En dan krijgen we enorme ruzie in het bejaardenhuis. Want jij wilde aubergine. Die heb ik dan. En dan krijgen we ruzie. En dan moet ik de kinderen bellen om te zeggen dat ik die aubergine had. Nee hoor. En dan sla ik je met mijn handtas op mijn kop. Maar heb je nou niet ook dat je er graag vanavond al mee wilt beginnen? Ik vind dat, dat Bangalore eerst af moet. Goed, Bangalore zo. Moet boven op zolder opgestretst liggen. Ja, en dan mag je. En eerder, want ik zou er nu zomaar aan kunnen beginnen, maar dat doe ik niet. En dan komt het andere ding nooit af. Nee, want dat vorige kussen, wat... Autumn Row Hedge of zo. Ja, Hedge Row. Nou, Hedge Row, dat heeft er geloof ik 4 jaar gelegen. Dit ontwerp is van 1989. Ja, 1989. Ja. Ja, dat is al een hele tijd onderweg. Als je wil voorkomen dat ze scheef gaan, dan moet je echt steeds achteruit zo. En ik heb ook gelezen in het boekje dat als je tentstitch doet, dan wordt je borduurwerk steviger, omdat het als het ware dubbelt. Yeah. Waar wel wat in zit natuurlijk. Want je borduurt zo'n bloemkool en de bedoeling is wel dat de achterkleinkinderen nog met dat ding opgescheept zitten. Dat denken. Ze denken, welke halve garen borduurt nou een bloemkool? En wat moeten we ermee? Toch? Nou ja, de snoos ligt de poezen lekker op of zo. Toch? Ik heb ook die dingen in de honden, nou niet zo mooi, maar ik heb ook zo'n kleedje in de hondenmand liggen. En aangezien ik toch dood ga en te veel achterlaat. Nou, vanmorgen, ik heb dat dus nooit. En vanmorgen lag ik op bed en ik dacht vroeger altijd dat ik op mijn 57ste dood zou gaan. Op mijn 56ste, 57ste. Dat had ik gewoon in mijn hoofd. Maar nou ben ik ondertussen 65, dacht ik, ik ben er al heel lang overheen. Gatsie, straks word ik nog 90. Nou, dat mag ik wel hopen, ja. Dat wil ik helemaal niet. Nou ja, ik wel. Ja. Waarom wil je zo oud worden? Omdat ik wil borduren. Oh, okay. En van de poezen genieten. En, die poezen zijn dan ook en al dood. Op vakantie. En, op vakantie op je 90ste? Ja, op een cruise schip. Oh ja, zo'n rijke bejaarde tante op een cruise. Nee, ik wil het eeuwige leven. Nou, ik heb één keer... Totdat ik niet meer kan handelen. Ben ik in een busreisje mee geweest en toen zouden we weg. En dan komt er een man aan met zijn moeder, denk ik, in een rolstoel. En hij kiept als het ware zo die vrouw in die bus.
Ja, dat heb je wel eens verteld. En toen ging hij zelf niet mee. En wij in die bus, elke keer als we ergens kwamen, dan is die vrouw, die kon haast niet lopen. En dan gingen wij door Parijs heen lopen. Zo. Zat iedereen van, wegwezen, want die vrouw komt er weer aan. Want die wilde dan graag bij iemand aanschuiven. Ja, dat vind ik, dat kun je ook niet maken. Nee, dat was heel erg. Je moet dan gewoon iemand meesturen. Ja. Een jongere vriendin en nog of een erger, kind. Of... Er was ook een vrouw en die zat... Die had een opvouwbare rolstoel mee. Want die vrouw die had zo'n ziekte, was er dan zo nu en dan. En niet hele lange afstanden. En in no time had die vrouw dus gewoon die rolstoel geconfiskeerd. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Nee! Je moet wel een beetje in beeld blijven zitten. Oh, of komt het nou omdat je groen bent? Denk je dat ik al die tijd uit beeld geweest ben? Nee, maar zo pas hing je daar zo'n beetje uit. En toen ging je in je tas en zo. En toen... Ja, als de rest maar wel in beeld was. Ja, anders is het heel jammer. Ik heb niet wel echt opgelet. Dat, groen is wel mijn... Ding. Mijn ding. Ja. Vroeger toen wij jong waren, was groen was helemaal not done. Dit is wel heel mooi. Dit. Ja, dat is malachiet. Oh, het is ook heel zwaar. Ja, dat heeft Erik van me meegenomen uit Siberië. Oh? Of nog verder weg. Malachiet. En ik heb er ook twee oorhangers bij, maar die kon ik zo snel niet vinden. Maar het is echt malachiet. En weet je waarom je weet dat het echt is? Omdat het zo zwaar is. Nee, maar voel maar even. Echte halve edelstenen nemen de temperatuur van je lichaam aan. Oh. Dus als dit nou namaak was, dan was dit koud. Ah. En daaraan kun je zien of dat iemand je een plastic... Ding heeft necklace kost. Geeft of een of hele kunstige namaak of zo. Maar dit is echt. Dit is echt, ja. Het staat heel erg. Het is inderdaad heel zwaar. Ja. Dat dent van de dag op die niet zo. ik moet nog even. Oh, dat komt van het borduren. Nee. Ik moet nog even iets bespreken. Kom van een malachiet. Dat zit in mijn pas. Wacht even. Dagbeugel. Hallo Comfort met de BH's van Soft Revolved. En dat zijn gebreide BH's. Dus van gebreid weefsel. Oh. De dagen dat je je BH meteen wilde uittrekken bij thuiskomst zijn eindelijk voorbij. Ja, want dat is namelijk wat ik vaak 's avonds doe. Dan heb ik er echt zo schoon genoeg van, dan trek ik hem uit. Soft Revolt gebruikt innovatieve 3D breitechnologie om super comfortabele duurzame BH's te maken. Zonder pijnlijke beugels, maar met revolutionaire ondersteuning. Misschien ga ik er hier wel een van bestellen. Oh, kijken hoe dat is. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Deze mevrouw is ook behoorlijk... Behoorlijk? Ja. Ja, dit is wel een cupje D. Is dit wel? Ja, het is tot en met een cup E. Als het niet een cupje E is. Ja. Kijk, deze mevrouw, dat vind ik wel grappig. Deze mevrouw is duidelijk een maatje meer. Ja. Dus dat vind ik wel als reclame heel erg goed. Ja. Maar ze heeft wel een mooi plat buikje. Ja, ze is nog jong. Ja, kijk ja, maar naar dat hoofd. Ja, ze is wel jong. Ja, ik zag laatst een foto van mezelf. En ik vond vroeger eigenlijk ook al dat ik best wel dik was. Maar ik zag een foto van mezelf en dacht ik was helemaal niet dik. Nee, dat is ook helemaal niet zo. Nee. Ik wou dat ik er nog steeds zo uitzag. Nou, dat wou ik ook wel. Wow. Al zag ik er maar zo uit zoals jij er vroeger uitzag. Jij was veel mooier dan ik. Ja, maar ik moet je zien wat ik nu ben geworden. Ik had nog steeds veel mooier een figuurtje om door een ringetje te halen. Maar waarom wou je er zo uitzien als ik? Nou ja, dat hebben we alles behandeld. Jij hebt mij mijn hele jeugd wijs gemaakt dat ik een lelijk ding was. Daar kan ik me echt niks van herinneren. Nou ja, maar mensen zeggen zo. Wel eens vaker zoiets en dan denk ik van, heb ik dat dan, heb ik dat gezegd? Ja. Heb ik dat wel zo bedoeld? Of weet je wel, zo... Echt waar, jarenlang. Ik was al zo jaloers op jou, want je mooie blonde haar. En dacht je dat ik dan de jongens zou afpikken die ik überhaupt niet kreeg.
omdat ik meende dat ik zo onaantrekkelijk was, dan wel jouw schuld. Nou, met deze overdenkingen sluiten we af. Het spijt me zo dat ik het al zo goed. Kom jij maar aan mijn boezem met deze ouderwetse beugel-BH. Waar ik een gebreide BH. Ecoliet. Wat heet het weer? Soft Revolution. Nee, dit. Oh, Malachiet. Ben je Malachiet? Malatiet. Nou, ik denk dat ik zo'n BH ga bestellen. Ja, doe dat maar. Dan willen we hem wel zien. En dan kunnen we hem uithalen en we krijgen dan gaan we met een loop op. Gaan we dat helemaal tellen. Hoeveel steken. Dit is wel gebreid, maar ze breien gewoon die stof en dan zetten ze het in elkaar. Maar het is niet zo volgens mij dat ze met model breien. Maar kijk. Want kijk, dan hadden ze ook geen afval gehad. Het is... Nou ja, zal ik er een bestellen? Ja, doe maar. Vind ik wel leuk. Want het is niet zo heel erg duur. Je wil ook niet weten hoe ik s'avonds dan... Want dan heb ik ook geen zin om mijn kleren nog uit te trekken. Dus dan onder mijn kleren worstel ik eerst dit bandje los en dan... Doe je mouwen in! Ja, dat... En eerst was ik ook zo dom dat ik die hele BH dan hier doorheen trok. In plaats van dat je dus terwijl wie is er hier nou hoogbegaafd, ja? Maar dat is ook, als ik vrij heb ik nooit een BH om. Oh ja, ik heb... Maar gisteren had ik ook vrij, liep ik met de hond buiten. Zonder BH. Maar wel met kleren ik wel aan. Niet je pyjama aan. Nee, maar dan op een gegeven moment loop ik daar en dan denk ik... Wow, de buurman. Ja. Dat vind ik dan wel een beetje... Denk ik dat die buurman dat ziet. Ik hoef nooit met de hond. En ik ga thuis ook wel eens BH-loos en ongemake-upt. Door het leven. Ja. Maar dat vergeet ik dan dat ik geen make-up op heb. Dus dan ga ik uiteindelijk toch nog even bij de Poise iets halen. Ja, dat heb ik ook. En dan kom je thuis en loop je langs de spiegel en denk je... Oeh, ik had wel een leuke man kunnen treffen. Ja, jammer. Ja. Ik heb stof zat. Ja. Laten we dat gewoon even doen. Oh, wat is dat? Oh, dat is... De magnetische spelden zeker. Oh, het kleed gaat van de tafel. Ja, daar komt dat allemaal van. Wat is er nu gevallen? Oh, en nu is hij echt helemaal in stukken gebroken. Ja, nou daarom heb ik dus drie, want dan koop ik weer een nieuwe, want deze is nu wel heel erg stuk. En dan gooi ik deze niet weg, want de magneet zit er nog in. Je voet staat op een speld. Die is helemaal een barrel. Nu is hij echt helemaal naar de Filistijnen. Nou, dat nog. Dan vond ik het toch wel een ontzettend lelijk en onhandig ding. Maar dan snap je dus waarom ze allemaal stuk zijn. Want dan vallen ze op de grond en zijn ze heel... Nou, deze is nou wel echt. Ja, dat is nou wel echt gebeurd. Ik kan weg. Ja. Dag! En tot de volgende maak keer. Iedereen abonnee op dit kanaal. En als je zin hebt, er is ook nog een club. Een handwerkclub. Ja, www.timsalon.nl en dan ga je er zo in. Yes. Voor alle patroontjes en adviezen en wat is het nog meer? En lotgenoten. Lotgenoten. Dramahoekje. En je kan ook laten zien wat je gemaakt hebt voor moois.